Ja. Succes. We gaan samen spelen. Groetjes. Samenwerken. Nee, ik heb met His ook hele... Ik heb met His daar een gesprek gehad. En toen zei ik ook van... En His begon steeds te hameren van... Ja, jullie 15 gaan het doen. En His zei ook duidelijk van... Er is iets. Dus ergens klopt het niet. Waar is His? We gaan even kijken. Het kan niet zo zijn dat die brief nergens op slaat. Dat het inhoudelijk... Hè, we krijgen informatie. Dat het inhoudelijk dus niet klopt. Dat is bijna niet te rijmen. Dat zou wel een beetje een flater zijn of zo. Dus wij zaten... Ja, maar het is maar net hoe letterlijk je die jullie neemt. Ja, en His en ik kwamen eigenlijk een beetje tot de conclusie van... Misschien blijft ze hier wel 3,5 maand, maar gaat ze niet meedoen voor de titel? Ah ja, dat had ook... En daar hadden we het dus een beetje over. Van, nou, misschien is dat het wel. Ja. Jongens, ik ben hier... We dachten dat ze echt voor het grote geheel kwam. He, dat mensen denken van, dat vind ik wel leuk om te zien. Hé, hey, Belin. Belinda. Is dit even een stunt dan? Ja, dit is toch zeker een stunt? Wat vind je ervan? Ga eens even lekker op bed zitten. Ja. Wat ik ervan vind. Waar zit ik op dan? Oh, op een klemmetje. Huh? Deze is helemaal ontroerd. Nee, ja, niet daardoor. Waardoor wel? Oh, nee, dit is niet. Door het begin van de finale. Waar zit ik dan? Ja, dat was eventjes een dingetje, toch? Ja. Ja. Zou die smullen? Ja. Ik zei je toch tegen je, Ger, er zit een luchtje aan, het kan niet. Ja, hij zegt het net. Ja, ik zeg het net. Ja. Van, hè, dat we erover... Ja. Oh, god, ik ben zo zat van die zender. Kleurt toch op. Oh, jongens. Laat me. Ja, doe. Vertel gewoon lekker door. Nee, wij hadden nog een heel gesprek van... Ja. Hè, in die brief staat dat, van joh, er zijn 15 inwoners. Ja. En één van jullie gaat hem winnen. Ja. Het kan niet zo zijn dat we informatie krijgen dat inhoudelijk dus niet klopt. Nee. Ik zei je nog tegen, ik weet het niet, maar er zit nog iets aan. En mijn gevoel had oké. Okay. Maar ik was er ook keihard in getuind, jongens. Oh, laat ik daar ook eerlijk in over zijn. Ik ook, ja. Want ik zei al, ik hou het op de achtergrond dat er hier iets niet klopt. Maar ik was er ook volledig mee bezig dat deze mevrouw gewoon heerlijk in die finale zou zitten. Ik ook, joh. Ja. Ik denk dat wij ook met z'n drieën het hardste tekeer zijn gegaan. Ja. 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 Maar nou, dat is niet waar. Want ik heb Lex van binnen zien broeien. Ik heb Brandon woorden uit zijn mond zien komen. Zo van, goh, maar ik heb de boel opgebouwd. Ja, maar dat wel. Maar ik bedoel, wij hebben echt wel gesprekken gehad van... Oké, ze gaat gewoon niet winnen, klaar. Hoe dan ook. Jij gaat die titel niet krijgen, maar meid. Het is wel reet interessant. Want mensen die je normaal gesproken nooit hoort... zie je nu eigenlijk wel... Heb je even net wat meer informatie van gekregen. Yeah. En Brandon heeft uitgesproken van... Ja, maar ik heb alles opgebouwd, dus ik vind niet die titel. Oh, heeft hij dat gezegd? Zo soort geluid. Nou, hij zei, we hadden het op een moment over van, gun je Billy die titel? Ik ging dat ook een beetje verspreiden. Dus ja, ja, ze heeft aan mij mooi tv. Ja, mij ook hoor. Dat voor mij. Ja, alle drie. Dus toen zei Brenda van, ja, maar weet je wel, zij zit hier geen 15 maanden. Er zijn best wel veel mensen bezig geweest, die hebben al door gezegd, weet je wel. Maar ik ben hier van het begin af aan bij geweest. Ja. Dat is letterlijk wat hij gezegd heeft. Ja. Ik ben er vanaf het begin af... Maar dat betekent dus dat hij zeker wel bezig is met het spel? Letterlijk heeft hij dat niet echt mij gezegd, maar zo kan ik dat wel aflezen van zijn lichaamshouding. Ja, hij ging ook overal bij zitten in één keer. Ja. En zulke dingetjes, ook bij haar. Heel interessant. Ja, maar echt, Ger, jij bent echt de koploper. Ja, dat klopt. Wel een applausje voor Ger. Ja, dat wil ik zeggen hoor. Ja, je bent de koploper. Maar ik denk dat wij een mooie nummer 2 zijn. Ja. Ik denk jij nummer 2, ik nummer 3. Ja, dat denk ik ook. Ik zei het nog. Ik dacht, zij moet weg, jongen. Hoezo kan het niet verdienen? Ja. Ik gaf Will ook nog knuffel. Ik zei van, nou, ik ben even lekker gekeken gegaan tegen show nieuws over jou. Ik zei, yes, kan ik lekker versmullen. Ja, ik zei ook gisteren tegen ze. Ze zei, ik vind het zo gaaf dat je column schrijft. Ik zeg, nou, ik heb een verrassing voor je. Dit keer gaat hij over jou. Ze zei, meid, oh, schrijf maar net weg. Ik ben wel wat gewend. Toen dacht ik van, nou, ben je dan niet benieuwd wat ik heb geschreven? En nu zei ze net van, nou, ik ga het allemaal wel terugzien. Ik zeg, nou, ik gunde je die titel absoluut niet. Ja, maar dit ging toch over die... Oh, heb je daar een column over? Was ik heb een nieuwe geschreven. Heb je nieuwe geschreven? Ja. Was die ene niet goed genoeg? Nee. Nou ja, Billy kwam natuurlijk binnen, daarna. Ja. Maar ja, er staat niks in wat ik niet tegen haar heb gezegd hoor, absoluut niet. Ja, maar wel heerlijk, heerlijk leesvoer. Hey, ja, absoluut. Ja. En ik wou die mokken er dus even nog even snel zo... Ruts! Dat was echt jammer. Nee, dat is... Ja, papier en, is gewoon, dat is gewoon stiekem weggehaald. Heeft zij gewoon weggehaald? Ja, er is iets, dat kan anders niet. Ja, nee. Ja, maar we sublimeren bijna nooit hè. En anders hadden we nog dat glossy papier en we hebben twee pakketten.
Nou, ik heb het veel gebruikt hoor. Ik heb echt heel veel gebruikt voor die mokken. Ja, maar waar was het dan? Oh, het is zo jammer dat het niet gelukt is. Dus, oh, want dan heb je er weer. Ja, oh god. En nu. Dat gaat ze ook allemaal zien. Yes! Ja! Ik kom echt, ik zat net te roken in mijn eentje. Ik kom niet meer bij van het lachen gewoon. Ja, ja, het is wel lachen, ja. Ja. Oh, wat is echt. Oh. Heerlijk. Ja, Nederland heeft gesmuld. Ja. Ja. Maar echt. Weet je, André en ik hebben. Wat erg is nog meer. André en ik hebben nog een Billy-studie eraan gehouden. André ging met zonnebril ging hem halen. Wat? Geen zat hier? Ja! Nee, zaten jullie daarom daar? Ja, we hebben er helemaal geobserveerd. Gelukkig, ik keek even naar de camera, ze waren niet echt in beeld. Maar dat stuk dat we bij het huisje stonden wel. Dat het over hadden dat ze sociaal zo sterk was. En dat ze nu Lex aan het inpalmen was. Ja, was echt mooi. Oh, wij dan? Ja, we moeten niet alles doen wat zij zegt. Kijk waar ze mee bezig is. Hoe kan ze zichzelf in 3,5 maand nou hier iets fout doen? Nou, godverdomme. Het wordt Jessie makkelijk gemaakt. En ja. Ik heb echt... Ja. Ja. Ik dacht echt, ja, ze moet weg. Zullen mensen haar eruit stemmen? Hoe gaat de groep erop? Ja. Met Melijn heb ik dan een heel gesprek over. Want zij zei gisteren nog tegen mij, meer vanavond vrouwenavond. Ik zeg, weet je waar ik nou zo moe van word? Ik zeg dat elke vrouw die hier binnenkomt een vrouwenavond organiseert. Ik zeg, ja, ik vind het eigenlijk niet zo leuk. Dat zei ik nog tegen haar. Maar ja, nu snap ik. Ja. Maar dat snap ik niet. Waarom heeft ze er dan niet een algemene avond van gemaakt? Dat maakte ze ook later. Ja, uiteindelijk. Omdat ja, er... Hey, joh, er is allemaal... Ja, laat maar. Maar er is natuurlijk van alles. Er is net zoals dat met Mille... Ja, dat is natuurlijk eventjes een balletje opgooien. Kijken hoe de groep daar weer op reageert. Want als het dan een vrouwenavond wordt georganiseerd... Ja, dan hebben we natuurlijk de hele boel weer in reperoer. Ja. Ja, logisch. Ja, maar... En wie er uiteindelijk staat... Heb jij nog beneden gezeten met haar met dat ze... Nee. Ik ook niet. Geen seconde. Nee, ik zou alleen wat rusten. Nee. Maar ik, even echt oprecht, vind ik het heel jammer dat ik haar nu niet 2 dagen heb kunnen benaderen als persoon, maar dat ik gelijk dacht, bam, concurrent, die moet weg. Ja, maar daarvoor was ze hier ook. Ja, maar dat vind ik wel heel jammer, want ik denk dat ik het een heel leuk mens vind. Ja, ze is humor, sorry, ja. Maar nu was die strijd was voor mij gelijk begonnen. Dus dat vind ik wel heel erg jammer. Ik zei tegen neus en lippen door, ik denk dat ik best wel goed met Billy op had kunnen schieten. Ja, ik ook hoor. Ik denk dat ik haar echt heel erg leuk vind. Ja, ik vind het een top 5. Ja, ik denk dat ik ook echt wel heel erg mag. Maar ik heb niet echt de kans gehad, zeg maar, om dat te ondervinden. Maar in 2 dagen is dat natuurlijk ook moeilijk. Mocht er nog wederzijds interesse zijn, dan kan dat altijd hier buiten nog. Nou, ze zei wel van, ik ga je familie en de familie van Jess een berichtje sturen. Ik weet dat die bij jou in goede handen is. Dank je wel daarvoor. Ik dacht, dat is wel heel lief als je dat zegt. Oh, wat heb jij je druk gemaakt? Hotseflotsen. Ja. Hilarisch. Ja, echt hilarisch. Maar ja, nog veel belangrijker, jongens. De finale. Ja, de vooravond van de finale. Toen ik dat hoorde, dacht ik, oh god, jongens, gaan we. Ja, we gaan. Ze gaat niet voor niks vandaag weg, denk ik. Nee, zij was afgelopen maandag de finale begonnen met haar komst. Ik heb er geen zin in. Geen zin in? Nee, ik kan niet wachten. Ik heb geen zin in dat stemgedoe allemaal. Wel kunnen we lekker onze eisentjes laten krijgen. Maar ik denk de vooravond, ik denk niet dat het morgen gaat beginnen, want we hebben nog een karaokefeestje. Ik denk dat volgende week is de... Dat zo. Volgende week gaat het beginnen. Volgende week zit ik hier een jaar. Ja, dat gaat. Kijk, volgende week is... 18-19. Ja, maar dat is woensdag. Ja, maar ik denk dat we dan iets gaan horen. Volgende week iets over hoe de finale eruit gaat zien. En wat wij al zeiden, in oktober gaan we stemmen. Nee, denk ik niet. Ik denk eerder. Ja? Ja, ik denk eerder. Nee. Stel nou, want dat ben ik wel vergeten te vragen aan Billy. Zij zei dat zij met 8 mensen de finale ingingen. Ja. Dat ze dus met 8 mensen wekelijk, of zij was de 8e of zo. Die vertrok. Hoe ging dat nou? De finale begon, toen ging er wekelijks iemand bij hun weg. Ja. Want zij heeft heel erg spijt, zei ze, dat ze op Romy had gestemd. Zegt op de dag van vandaag heb ik daar last van. Ja. Maar... Ik begreep, en ik weet niet of ik het goed heb begrepen, dat zij dus met 8 mensen die wekelijks afvalrace ingingen. Klopt dat? Nee, ze gingen niet met 8 mensen. Ze gingen gewoon met 15 man gingen ze die afvalrace in. Ja. Ik denk dat zij de 8e is die vertrok. Die vertrok. Ja. En ze zei wel van, ik was heel blij dat ik naar huis kon, want de sfeer was echt super grimmig. Ja, en ze zei ook dat ze het niet kon handelen, dat het niet aan haar besteed was om zo'n finale te spelen. Ja. En toen zei ik nog daar, ik zei van, maar waarom nu dan wel?
Ja. En toen gaf ze dan... Ja, maar weet je, zij ontweek op een bepaald moment ook een beetje mij, weet je wel, over, in bepaalde dingen. Ik heb daar een nu... Nou, ik denk dat zij bij kritische mensen betreft haar komst, dat ze dat uit de weg zou gaan. Want Fren zit net te vertellen. Fren, die is altijd heel erg dwars dat zij in de inloopkast sliep. Ja. Dus toen zei Fren tegen mij, nou, ik vind het eigenlijk niet zo fijn. Ik zeg, joh, maar als zij gewoon 's ochtends lekker zo de ding doet, dan is het toch in principe prima. Ja. En toen zei ze van, ik denk dat ik toch maar terug ga. Ik zeg, ja, maar dan slaap je wel alleen en dat wil je niet. Daarom ging je bij Lex liggen. Ja, maar bij Lex is het niet gezellig. Fren ging allemaal excuses zoeken. Dus toen ging ze vanmorgen, zouden ze weer gaan praten samen. En dan zouden ze beslissen of Billy naar het martelen zou gaan, ja of nee. Dus Fren zegt, ja, ik loop naar de toe en ik wil eigenlijk net beginnen. En Billy wist natuurlijk waarom ze naar haar toe kwam. Toen zei ze, Fren, ik ga even douchen hoor, doei. Ja. Dat ging ze ook ontwijken. Ja. En ze heeft ook niet echt één op één gesprekken gehad met mensen die kritisch zijn. Hè? In de zin nee, van, dat kwam bij mij vanuit mij. Dus bijvoorbeeld. Bill en ik hebben ook niet even aan de overkant van het water gezeten. Van joh, en hoe en wat en dit en dat. En met een Shell wel. Met wie niet. Eigenlijk heeft iedereen best wel een beetje apart genomen. Dylan heeft apart genomen. Mij heeft ze ook niet apart genomen. Het is op een gegeven moment dat ik hier vandaan kom dat ik dacht, ik ga haar apart nemen. Dat ik zei van joh, zullen we even gezellig kletsen in de zon? Maar dat kwam niet vanuit haar. Nee. En met Jessie wel, was ze wel. Ja, maar ook niet heel veel hoor. Ze hebben 1 keer samen gepraat. Ja, aan de overkant van het water. Ja, en voor de rest... Maar ja, die kennen elkaar natuurlijk al. Dus ja, maar een beetje dan bijpraten. Kan je het wel toch over deze situatie hebben. En hoe, althans, als ik dan haar zou zijn en ik had echt willen winnen. Van, yes, hoe gaan we dit aanpakken? En dus inderdaad gaat Jessie met haar de strijd aan. En nou begrijp ik ook waarom ze zo zenuwachtig was. Want je moet jezelf dus verkopen dat je die finale gaat winnen. Ja, tuurlijk. En wat dan ook. Ze wil je helemaal niet meedoen. En benoem het dan maar, ik ben zo zenuwachtig. Nou, als meid, heel meid. Ja, slim. Ze komt in één keer in een groep die best wel hard is. En dan moet ze haar zegje maar even doen, terwijl ze ook denkt... Nou, maar ik denk vooral ook dat het heel lastig is. Van, je kan jezelf ook niet verlullen, hè. Kijk, je moet de indruk wekken dat je hier komt om de finale te spelen. En ja, en daarom ben je natuurlijk krijt zenuwachtig. Want ik denk altijd zenuwachtig. Mm. Ik denk al, waarom dan? Maar ja, ik dacht alleen maar van, oké, dus als je 3 keer terugkomt, ben je nog steeds zenuwachtig. Dat dacht ik, alleen maar. Want dat was ook gek. Zij kreeg allemaal mailtjes binnen. Ja. Dus dat was ook slim dat ze dat hebben gedaan. Ja. Maar de eerste 3 mailtjes waren in het lettertype van Mien uit Assen. Ja! En toen dacht ik al, dit klopt niet. Nee. Dat vond ik al heel apart. En zo kwamen er 3 of 4 mailtjes binnen. De andere wel een andere lettertypes. En toen had zij 1 of 10 aanvragen. Dus Jess komt naar me toe. Hij zegt, nou, ik ga Billy zomaar eens aan het werk zetten. Want ze lopen alleen maar te lullen overal. En ze heeft 10 aanvragen binnen. Ze komt toch om de BV te spekken. Ik zeg, nou, heel goed dat je dat gaat doen. Maar ja, die was natuurlijk helemaal niet van plan om iets te gaan doen hier. Nee. Maar die Mien uit Assen, dat ik dacht van... Dit is... Ook een paar dingen. Ik kon de vinger er niet op leggen. Maar ik had ook een paar dingen. Ik dacht van, hè? Ja. Ik klopt niet. Ik had, heel eerlijk, ik heb in die mailbox dingen. Nou, ik ga eens even kijken hoe dat er nou allemaal precies zit. Ik weet niet. Ik had de hele tijd een raar gevoel. Ik heb ook gekeken hoor. Ja, ik had de hele tijd een raar gevoel. Ik weet het niet. Ik zei het ook tegen Ger. Ik zeg, het is allemaal prachtig, maar ik blijf in mijn achterhoofd nog zitten dat met die brief. Want ik geloof dus echt, hè, wat in die brief staat, dat zijn de spelregels van hoe het staat. En ik denk, het zal wel. Maar ja, ik had de hele tijd ook de neiging, ik moet er nog eens even een keer een onderzoekje naar doen hoe dat nou precies zit. Oh, dit vergeet ik mijn leven niet. Dan komt Truus met de stofzuiger. Oeh, we moeten niet op het bed zitten. Dat was Keesje in één keer. Keesje. Oh, die beeld die gaat zo smullen. God, meid. Ja. Weet je wat ze nog tegen me zei? Ja? Ik zei zo, kennen je mij ook al? Of heb je dat ook in moeten studeren? Ze zei, nee, ik ken jou wel. Mijn moeder is fan van je. En toen maakten we net een poly. Toen zei ze ook van, dit vindt mijn moeder wel leuk. Ja, leuk. Dat heb ik haar net nog even op de valreep allemaal gevraagd in de keuken. Dat is wel grappig. Nou, ik zei zo van, hoe ziet dat eruit? Je hebt het een paar keer meegemaakt als je naar buiten gaat. Hoe is dat dan? Is dat zo heftig? Ze zei van, ja, dat is wel heftig. Zeker de eerste keer. Dat zei ze tegen mij ook, ja. Poeh, het is heel heftig. Ja. Ja, het is zelfs zo als je 5 jaar later nog op vakantie gaat, dat je nog herkend wordt. Ja, is het zo? Ja. Dat geloof ik ook wel, hoor. Door een bepaald aantal mensen, hè? Ja. Zelfs als je niet heel lang erin gezeten hebt. God, moet je aangaan. Och. Ja. Ik denk ook hoe spraakmakender je bent. Hoe, hoe erg het is. Ja. Oh, ik moet hier echt even van bij komen, jongen. Maris, kom even knuffeltje. Oh, ik kan het allemaal niet meer handelen. Waar is dat ding van de muis? Die hangt hier. God, wat ben je ook een praktische vrouw.
Kijk, dat heb ik hier even neergedaan, want dat was net even hier. Oh, ja. Dus, ja. Maris. Ja. Ja, ik ben een beetje verslag ook. Ja, ik ben ook een beetje, ik vind het echt heel jammer. Ik had eindelijk zoiets, oh, komt iemand ouder binnen, weet je? Ja. Oh, je hebt Gerrit. Maar daar is praktisch niks aan veranderd, hè? Er kwam ook echt iemand die ouder was. Ja, maar je merkte gewoon aan haar manier van praten en van doen, weet je. En op een gegeven moment had ik het ook, ja, ze heeft natuurlijk heel lang in Haarlem gewoond, weet je. Dus ik had ook met haar dingen over Haarlem en weet ik het allemaal, weet je. En dan denk ik, shit man. Dat is wel even lekker. Ja, ik baalde daar echt van. Echt nu. Dat ze weg is. Ja. Ja? Maar gelukkig heb je ons nog. Ja, misschien komt straks wel een ander binnen. Nou. We zijn een beetje duidelijk verhaal. Nee. We zijn de tweede keus. Ja, ja, maar dat is prima. Ja, ja, ja. Dat zijn we wel. Nog 111 dagen. We zijn opvullen. Maar zij wordt ook met de dag vrolijker. Ratata. Waar? Ratata. Heb je die gevangen? Ratata. Nee, muisjes daar ook. Oh, zeker. Nee. Ik liep toch. Oh. Joh. Leuk hè, Maris? Fantastisch. Ja. Volgende keer andersom. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Even kijken, de vereistenlijst die wil ik even zien. Die liggen, die zit daar. Ja, maar die is uitgebreid tegenwoordig. En ja, is mijn haar? Maar sinds gisteren? Kom ik naar... Nee. Ik lijk op een Turk toch? Nee. Je bent 28. Wat? De leeftijdsgrens is ook... En als vooral naar gesneden. Yes. Nee. Vind je zelf dat je charisma hebt? Even besneden. Heb je charisma? Ja, ik vind het wel. Ja, ik vind het wel niet. Is het opgelost? Want dat was nou wat miste. Dat is opgelost. Nee, want ik vind het wel niet. Nee. Maar weet je wat het is? Ik ben niet de knapste. Alle vrouwen krijgen. Ja, maar jij kan alle dus vrouwen. Dan moet het wel in de vorm van charisma zijn. Ja. Alle vrouwen krijgen? Ja. Nee. Oh, Maris? Maris, ja. Jawel, Maris stribbelt gewoon tegen omdat de camera's hangen. Nee. Ja, dat dacht ik dus ook al een beetje. Nee. Maar Maris, wil je lijst dan even zien? Maris en ik hebben echt wel een klik. Ja, nou, hier is hij. Nee. Ben jij het levende lijst? Nee, want die zit in de atelier ergens in een boekje. Maar die nee, atelier. Nee, die hebben we samengemaakt. Hallo, kunnen ze daar even kopen? Beeld wel een boek. Ja. We hadden eigenlijk van een zak geld even snel boeken moeten kopen toen ze er was. Oh ja. Kun je wel gewoon kopen? Hij staat nog steeds op de koelkast. Oh, ja, 62 euro. Zakgeld. Ja. 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 Dan had ik even zwart op wit. Moet hem even bijwerken straks. Kijken. Weet je wat? Zwart op wit wil ik. Ja, snap ik. Ik ga straks even wat maken. Ik weet hoe de handtekening eruit ziet. Ja, maar ja, ik ken jouw handschrift ook een beetje. Dames en heren, het is 3 en 4. Komen de one and only. Katie. Ik vind het echt leuk. Daar heb ik echt zin in. Ik ook. Ja, dat vind ik leuk. We krijgen ook allemaal een knuffel. Dat vind ik ook leuk. Dat we dat cadeau van de WV krijgen. Ja, dat is wel leuk. Dat is wel goed. Maar nu de sportschool gebouwd wordt, kunnen we beter onze knuffels inleveren en die ook verkopen. Nee, dat is al toegezegd. Dus nee, maar dat is van mensen hun droomgeld. Ja. Ja? Ja. Ja, dat is waar. Juridisch gezien, is het al toegezegd. En dan nog is... Ik had het je zo hebt dus slecht gevoeld. 100 euro voor 15 mensen. Als we nou dat inderdaad eens ingooien, weet je wat, dat is prima. Maar dan gaat die 100 euro van je droomgeld af. En dan eens kijken hoeveel mensen er nog willen dat de sportschool gebouwd wordt. Ik denk precies niemand. Maar dan raakt het je direct. Ja, maar daar is het droomgeld ook niet voor bedoeld, hè? Yes. Wel een punt. Oh, hilarisch. Nee, zou ik leuk vinden als we dat doen. Ja, dat gaan we gewoon spreken. Nee. Hebben we het toch over gehad? Ja? Ja? Dan zou je jezelf nu tegenspreken. Waarvoor je maandag ook nergens. Nou, oké, dus bij deze. Ja, gewoon eens te kijken wat er dan reageert. Dus bij deze. Natuurlijk, jongens, we gaan het niet zelf. En dan gaan we het niet meer doen. Gaan we straks doen met Katie? En dan kijken, oké, maar jongens, natuurlijk gaan we dat niet doen, want dat kan helemaal niet. Maar we wouden eventjes kijken hoe. Dat is wel interessant, want dan houden wij 300 euro over. En weet je wat het een beetje is? In principe is er met dit soort dingen nog niet eens zo heel veel aan de hand. Maar ik voorzie voor de laatste maanden gewoon dat het volledig de spuigaten uit gaat lopen. Ja. Snap je? Er zijn gewoon op dit moment te veel mensen die het allemaal niet boeit. En die heel opstandig met een grote lach zeggen, ah, BV's bekken. Ja. Snap je? En die worden nu opstandig. Heel demonstratief moet nu elke euro er harder uit en dat ze erin komen. Ja. En ook niet meehelpen. Kijk, als we met z'n allen
gewoon werken. En bezig zijn met leuke ideeën bedenken. En af en toe slaat een keertje wat aan en af en toe slaat het niet aan. Dan is het allemaal prima. Dan moet je ook kunnen blijven investeren. Maar we helpen elkaar niet mee. Snap je? Er zijn gewoon een aantal mensen die gewoon bijna niks doen met betrekking tot geld verdienen. Het geeft niet dat je niet bedenkt, maar help gewoon dagelijks mee. Met kies en dan is er niks aan de hand met elkaar. Maar dat zijn de mensen die het hardst hun hand opsteken als ze 2400 euro uit dan. En dat frustreert me. Het gaat me echt niet per se alleen om de sportschool. Het gaat me erom, het is een slechte investering. En de frustratie van de inwoners die praktisch niks doen met betrekking tot geld verdienen. Maar haantje de voorste zijn als er geld uitgedeeld wordt. En je bent er nog niet, hè? Bij 2400 euro. Want dan is de aankleding van de sportschool verder nog niet gedaan. Ja, het is gewoon vreselijk. De spiegels, alles moet er nog in. Hè? En weet je, stel nou dat Lexi uiteindelijk wel straks dat examen hier kan gaan doen. En wat Stefano zei, ik ben ermee bezig met een grote lach. Ja. Zo van, er zijn vast wel ingangen. Ja. Anders zegt hij wel, het is een no-go, toch? Ja. En ik weet niet wat het kost. Wat kost dat? 1000 euro? Nou, ik denk nee. Dat het tussen de 3 en 4 zit, denk ik. Nee, ja. Dat denk ik niet. Want ik denk dat ze ook alleen het theorie-examen hier kan halen. Want ze moet een praktijkportfolio maken. En dat kan ze niet, want ze kan hier niet mensen trainen. En ze kan niet praktijkervaring opdoen binnen een sportschool. Dus ze gaat hier waarschijnlijk haar... diploma, zeg maar het schriftelijke gedeelte van de opleiding afronden. En dan ben je een paar honderd euro kwijt. Maar dat is ook prima. Dat is ook het moeilijkste voor Lex, denk ik. Ja, dat is voor haar goed. Ja. Ja. En met dat papiertje weet de sportschool dan van... joh, als we haar nog even begeleiden, dan hebben we straks een hele leuke ander. Ja. Want ze is hartstikke leuk om er als personeel bij te hebben. Ja. En ze is bekend van tv. Ja. En, maar dan... Kijk, weet je, het wordt nu verpakt als droom, terwijl die sportschool dus niet de droom is. Nee, was het niet. Die droom, dat is personal trainer worden. Ja, die droom voor Frenny, want die stond 2 weken geleden, stond ze nog bij ons bij de hangmat. Ja, les van Charlie Ann, het is mijn droom. Ja, dat is inderdaad je droom. En dat zei ik nu ook tegen. De komende periode gaan er nog meer momenten komen dat jij van een bekende danser of danseres les wil hebben. En dan sta je weer bij me voor je droom. Snap je? En waar houdt het op? Kijk, wat als iedereen maar op dit moment carte blanche van de groep gaat krijgen? Ja. Waarvoor ben ik dan aan het werk? Ja. Dan ben ik echt alleen mensen hun dromen aan het financieren. Ik heb af en toe gewoon oprecht het gevoel dat ik met uitkeringtrekkers leef. Okay. Wat ook fantastisch leuke mensen kunnen zijn. Ja, maar in deze situatie niet. Kijk, buiten weet je wat het is. Als iemand een uitkering heeft, dan zal hij wel gewoon echt geen baan kunnen krijgen. En sommigen zijn gewoon fysiek niet in staat om te werken. Of zijn te oud om een nieuwe baan te krijgen. En dan zit je in een andere situatie. Maar hier zijn de mogelijkheden onbeperkt. Eindeloos, ja. Ja. En er wordt gewoon niks van gemaakt. Want alles kan hier. Ja, maar dat zie je. We staan niet meer. Dat komt. Maar er komen wel boodschappen binnen. Zeker waar. Is jammer, de mentaliteit is er gewoon niet geweest. En die zal er ook nooit komen. En precies deze mentaliteit is het probleem waarom we nooit echt goed voor hebben gestaan. We kunnen ze lekker uitgeven, jongen. We kunnen ze slecht geld verdienen. Nou, geld kunnen verdienen kunnen we ook wel. Marginaal. Positiviteit. De tent wordt zometeen schoon. Een beetje. Yes! Waar is de kookwekker? Dat is toch niet positief? Nee. Gerben, heb je de kookwekker? Ja. Die hoor ik vanzelf. Oké. Okay. Ja, dat is waar. Ja. Want ik weet even van god niet wat dat ding is. Ja. Wij roken ook nog, of niet? Nee. Heb je je spullen weer ingepakt? Maar... Nee. Yes. Wat denk jij? De vooravond van de finale. Wanneer is het van de finale? Niet morgen. Nee, hè? Nee. Maar waarom is het dan vandaag alweer weg? Het is woensdag, hè? Ja, waarom bleek ze dat niet in de week? Dat vraag ik me ook af. Of het is gewoon vandaag. 48 uur. Dat zou ook nog kunnen. Ja, maar van... Ja. Ik denk misschien dat we ook nog wel een brief krijgen. Zijn om 11:30 dit, dan zeg je. 12 uur weg. 12 uur weg. 1 uur gewoon weer tijdens de brainstorm. Ze kwam binnen tijdens de brainstorm en we krijgen de volgende brief tijdens de brainstorm. Zij kwam het ook aandragen, toch? Utopia is gewoon opgebouwd vanuit toeval en hard werken.
Een monoloog is dit. Ja, joh, het is vreselijk. Ga verder. Ja, ga inderdaad verder. Utopia is opgebouwd vanuit toeval en hard werken. Was dat het? Nou, ik ga weer verder als jij begint. Nee. Ja! Maar ja, dit en maar. Ja, maar nee, maar papa. Ja. Wat wou je zeggen nou? Dat ik niet goed ben. Nee, Jess. Jess, staat iemand achter je? Jess zei altijd. Wat zei je ze altijd? Zeg je? Jessie en de spook. Gaan we Merel vastbinden en dan gaan we seks hebben met Hiske? Ja. Merel vastbinden en dan seks met Hiske? Zullen we het dan andersom doen, dat we Hiske vastbinden? En dan Merel dan toe moet kijken? Nee. Ja, Merel moet toekijken. Ik wil niet toekijken. Jawel, is leuk. Nou, wil niet, je hebt niks te willen. Maar je ja, en worden die oogleden zo... Rup, ja. Maar ook met zo'n plakbandje... Nu probeer ik schil te kijken. Dat is wel hoe ik het voor me zie. Ja? Maar eigenlijk meer gewoon een vishaak. Deze gozer is niet goed, jongen. Maar dat het ook gewoon in je brein opkomt, hè? Ja. Van god, ja, vishaak. Dan heeft hij daar ergens wel eens een keer wat mee te maken gehad. Met vishaken, nee. Ik doe niet aan. Ja, nou, van die grote rughaken. Ik heb ook wel filmpjes. Oh, maar ik hoorde wel van mij, dat jij een wilde was buiten, dus ja. Hoe bedoel je een wilde? Ja, dat is hoe ik het zeg. Thuis? Ja, buiten was hij heel wild. Ja, was hij wild. In welk opzicht? Met vrouwtjes, met drankjes, met feestjes? Ja, alles. Wild. Oh, met alles, denk ik. Alles. Ja. Het hele pakket? Ja, het hele pakket. En Jesse heeft ooit in een interview met mij gezegd dat hij dat allemaal best wel een beetje meevalt. Ah, joh, dat heb ik de laatste tijd toch zo vaak gezegd. Ook als Lexi zegt ik wil met je stappen. Ik zeg, weet wel waar je aan begint. Maar dat je niet zoveel bedpartners hebt en zo, heb ik in het interview gevraagd. Nee, maar dat klopt. Ja? Maar dat verandert toch niks aan dat je wild bent, of niet? En daar ben ik ook met een paar op teruggekomen, hè, die ik vergeten was. Oh ja. Was je die echt vergeten, of was het gewoon... Nee, die was ik echt vergeten. Ja, ja, ik denk tussen Utopia 1 en 2 een stuk of 40. Ik was een stuk of 35 vergeten, maar... Oh ja. Nee. Nou, je had een stuk of 8. Nee, je had een stuk of 8 genoemd. Totaal. Zoiets. Vreselijk, hè? Is hij hier binnen ook zo wild? Yes. Yes? Geen commentaar. Geen commentaar. Jessie, klopt dat? Wat? 8? Wat? 8? Vanaf het begin. Bedpartners? Nee, in je leven. In mijn leven. Ik denk dat ik dat iets aan de lage kant heb ingeschat. Maar het zijn er... Dus je hebt gejokkenbrok tegen mij? Nee, maar daar ben ik toch op teruggekomen. Nou ja, je hebt gejokkenbrok. Het zullen niet veel meer dan 12, 13 zijn geweest. Nee. Nee. Het is echt niet heel spannend veel. Okay. Er zijn mannen die schreven van de daken honden en zo. Ja, DJ Jean. Dat vind ik wel leuker voor je is. Wow. DJ Jean. Ja. Kunnen we geen date regelen? Jij kan wel. Maar is daar ga je weer hoor. Ja. Nee, pardon? Je ligt weer genomen worden. Ik weet niet, ja, dat kan ik zeker. Ik kan zeker flink genomen worden. DJ Jean is een liedje. Ik vind het geil als ze mag. Nee. Oh, god, dan zou ik flink genomen worden in Utopia. God, wat een wonder. Ik vind dat geen knappe man. DJ Jean? Ik vind het wel een hele leuke man. Maar het was een keer eerder. Ja, was echt lachen. Ja? Echt wel een lachen. Hij is echt goede gaf. Ja. Zo zien we die foto's dan niet, als je ze helemaal scheef vind... niet houdt. Ja. Nee, stom. Bas vond ik knap. Nee, hoe heet het? Ja? Bas? Wie? Nou? Die pinnis, dat vond ik nou echt een knappe vent. Ja, was Bas. Die? Oh ja, daar was je helemaal verliefd. Die saai soort. Ja. Bas? Daar kan je niet mee naar een echt leuk feestje. Ja, maar Hiske is 35, hè? Die heeft er ook helemaal geen zin meer in. Die wil gewoon lekker op reis naar Frankrijk.
Met de auto. Kaas eten. Lekker naar Disneyland. La, 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 la. Oh ja. Let's not van Mickey Mouse. Dan gaan we eruit. Wat? Let's not van Mickey Mouse. Nee, ik heb er laatst nog even naar gekeken. Hij heeft handschoenen aan. Hou niet van. Nee, niet. Maar waarom heb jij Maar zijn het dan alleen die handschoenen? Nee, joh, dat is één keer benoemd. Hier, toen moest ik een vraag beantwoorden waar ik totaal geen zin in heb. Dus toen dacht ik, schrijf ik dat maar op. Nou, waar was dat ook alweer mee? Want oh, dus het is helemaal niet waar? Nee, het was... Je had een vraag, hadden we met z'n van die briefjes. Hadden we... Oh, het vragenvuur. Ja, daar had ik echt geen zin in. Dus ik denk van, ja, toen op dat moment had ik echt geen zin in dat de mensen wisten wat mijn guilty pleasure was. Dus ik zei, ja, gewoon lekker met Mickey Mouse. En dat is toen zo groot geworden. Toen dacht ik, nou ja, dan ga ik er nog verder op in. Hilarisch. Maar je hebt niet als je Mickey ziet dat je denkt van nou... Nee, dan krijg je geen natte poes van. Nee. Ach. Nee. Niet. Ach. Heeske wil gewoon weer aan het werk komen. Ja, en als, inderdaad. Ja, Heeske zit nu alles... bijna naar huis gaan. Heeske zit nu alles op verbloemen. Nou, sorry. Nou jongens, ik kom niet meer aan het werk. Want ik heb ook een Mickey Mouse gekregen van een fan. Omdat het een flesje was. Dus het is al letterlijk in de uitzending geweest. Dus ja, maar, iedereen denkt... Ja, maar dus ik kan je het wel meer dan één keer. Als jij een vragenvuur krijgt en je wil dus niet antwoorden op de vraag... wat is jouw guilty pleasure? Kijk, bij mij zou dat... Zeg je gewoon, ik pas. Ja, nee. Hilarisch, maar dat is mijn creativiteit. Oh, you're so creative. Nou, dat weet ik. Zou je wat mee moeten doen? Ik zou gewoon zeggen, ik pas dan. Nee, hey, ja. Wie gaat er mee met Jessie roken? Nee. Ja. Nee, ja. Vind je Mickey Mouse? Nee, Gerrit. Ja, ik ga even zo'n rol, hè? Oh, maar ze vinden hem wel leuk. Ja. Beter. Hele nu weg. Dat is niet veel. Ah, en voor eeuwig. Nee, dit is 500 meter. Oh, god. Ik hou niet van onjuiste informatie. Jullie zien het ook. Ga je zo kistje bouwen? Kastje bouwen? Gooi mijn ex weer weg. Dat is kast. Ja. Was je bang dat je me kwijt ging raken? Nee. Echt wel? Nee. Huh? Je bent toch niet voor niks exen, schat? Oh, oké. Okay. Nou, ik dacht wel hoor dat je voor Bill ging laten. Ja? Nee. Ik ben helemaal blij dat ze weg is. Ja, wel jammer hoor. Ze gewoon even gezegd al dat ze maar 2 dagen bleef, dan had ik er wel iets anders in gestaan. Ja? Ja. Dan heb je je toch laten leiden door de finale. In dit geval absoluut, ja. Zeker waar. Wat een ellende. Je moet het doen met de informatie die je hebt, Jessie. En op dat moment was zij finalist en ik ook. Je wist toch dat ze niet ging winnen? Dat heb ik nog tegen je gezegd, liefje. Ja, yeah, you never know. Nou, ik vind het wel leuk dat ik erop moet.